Yo, kijkers van de Sims, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe survival build op de Dutch Terms. Vandaag gaan we verder met de bank, we gaan hem afmaken, tenminste het exterior, oftewel de buitenkant van het gebouwtje. En dan gaan we gelijk eventjes aan beginnen. Ik ga hier een dirt trapje maken om er bovenop te komen. Want ik moet hier nog één ding doen, dat viel me net op. Hier moest een lampje en dit moest nog ingevuld worden. Dat gaan we net precies hetzelfde doen als aan de grote kant. Want er zitten ook drie van die blokjes. En dan één ook in het midden. En dan gaan we opvullen met hout. Zo. Daar zit glass panes. Ik kan soms niet praten. Ik weet ook niet waarom. Maar hier zit glass panes en daar zit hout. En dat is gewoon omdat het afwisselt. En dat vind ik wel mooi. Maar dan komt het dat ze dat raampje vooral kunnen onderhouden. Omdat het een dakraampje is. En dat raampje zit verder vanaf of zo. En dan zetten ze er gewoon een stuk hout neer. Want vroeger hadden ze niet allemaal glas. Hè? Glas was alleen voor de rijke mensen. Want ja, het was heel duur en kostte veel om te maken. En daarom zit er hier in de kerk. Hier zit, dit is een belangrijk gebouw geweest vroeger. Daarom zit er in de kerk gewoon glas. Want ja, de kerk moest mooi uitzien, moest de rijkheid uitstralen. En dan groeien weer fucking paddenstoelen hier. Die heb ik die niet weggehaald? Misschien is die te donker. Nee, het is hier niet te donker. Huh? Kan iemand mij alsjeblieft uitleggen waarom die dingen hier blijven groeien? Ik bedoel, iedereen groeit toch pas als er maar eentje in, als er maar eentje naast zit. Misschien zit er eentje onder of zo. Misschien is dat. Ja, hier, ik wist het. Ik wist niet eens dat die dingen om de blokken heen kon verspreiden. Ja, dit is trouwens nog de oude berg. Die heb ik hem aan moeten passen omdat de kerk te groot was, laat maar zeggen. Maar eindelijk heb ik gevonden. Ik denk al, hè? Hoe kan dat nou? Nou, hier onze mooie kaarsjes op de altaar. Het zijn gewoon doortjes hoor. Maar je moet een beetje fantasie hebben. Zit trouwens hier nog in de toren nog wat? Volgens mij wel. Dat zijn de stoeltjes trouwens voor de belangrijke mensen die een beetje helpen ofzo. En hier zit nog rommel. Heel veel kobbel. Dat moet ik trouwens niet vergeten. En daar hangt een mooie bel. Met zo'n klokding in het midden. Dat hebben jullie vast nog niet gezien, denk ik. Misschien wel. Misschien niet. We gaan deze eventjes afdekken. Zo. Wat gaan we doen? Ik wil eventjes onder de paden af gaan maken trouwens. Want het pad naar de koeienstal, naar ons huis, dat ligt er niet eens. Dus eigenlijk heb ik al die stenen nodig. Dus ga ik wel lekker terug naar de kerk. Om in de toren in te breken. En dan ga ik eventjes wat steentjes jatten. Mosstone, nee. In ons mooie uitzicht. Hier kunnen we ook een paar stoeltjes trouwens. En gewoon een normale. Oeh, geen hoek. Nou, moest je wel symmetrisch neerzetten dan, hè. Nou, dan ga er gewoon hier naar binnen. Poef. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waarom tel ik? Ik weet niet. Ik heb ook gravel nodig, maar dat ligt natuurlijk niet hier. Ik weet nog wel dat ik eergisteren, of ja, in ieder geval de vorige episode had ik nog een keer van de chest onder liggen. En zoals je ziet, zoals ik het zeg, het valt me net pas op. Ik zei de vorige keer, of de keer daarvoor, dat ik overal crafting tables neerzet. En nou, hier heb je er één. Hier heb je er één. En daar heb je er één. En daar binnen zit er ook nog één. En ja, hier kan het nog wel, want dit is een soort van ruildistrict. Smit en alles, maar het valt me nu echt pas op dat ik het heel veel maak en het overal neerzet. Maar het is wel handig, weet je wel. Anders moet je ook, als je dan iets nodig hebt, moet je even gewoon naar onder lopen of naar boven lopen. En ik heb liever overal dingen staan, want daar staat er ook één. Dat is nog van het bouwen van het kippenhok. Maar ik heb liever overal dingen staan dan dat ik overal heen moet rennen. Dus ja, kijk, hier staat er ook één. Dat is voor het geval dat ik iets moet maken van weed, zoals hooibaal of zo. Dat wou ik trouwens nog gaan doen voor de kippen. Dus dat doen we daar ook, naar het pad hier. Ik ga even wat gravel halen. Hey, creeper. Ik snap niet hoe die dingen nog steeds binnen kunnen komen. Ik bedoel, kijk hoeveel toortjes. Misschien moet hier nog wat. Oké, ik zet ze gewoon neer, dit is niet mooi, maar en hier heb ik ook crafting tables, die zijn ook gewoon voor de sier. Hier, deze zit er wel. Want die heeft tenminste een nut. Die zit er voor een reden. Volgens mij is dus en dutjes, ja, toch goed. Die kan weg. Dat is ook logisch, hè? Gravel en dutjes.
Hier naar buiten. Zo. Kijk, dit pad bedoel ik. Hier zit helemaal geen pad. Ik moet het gewoon eventjes weghalen. Ik heb geen inventory space. Glas weg. Zo. Koetjes zijn weer leuk aan het moeren. Voel je dat ook wel noemen? Ik denk dat ze blij zijn, want ik heb ze vorige keer of de keer daarvoor, ik weet niet meer, heb ik ze allemaal weed gegeven. Dus ze kunnen weer even vooruit. Hier gaat het normale pad aansluiten op een gravel pad. Dat is het gravel pad daarin. En dit is het normale pad. Ik zet hier gewoon overal steentjes voor in de plaats. Gewoon een beetje gaten opvullen. Niet zo dat je een elke eentje overslaat, maar je kan er ook twee aan elkaar doen, zoals hier bijvoorbeeld kan als ik deze hier neerzet. Maar ja, het is een beetje randomizen en dat woord heb je misschien vaker gehoord, maar als je toch niet echt weet wat het is, dat is het verschil houden in de patronen, meer kleuren aan toevoegen, zoals ik nu doe. Ik gebruik nu 4 bloks om één pad op te vullen. Dus ja, je moet er wel wat gravel tussen. En hier wat cobblestone. Maar als je dus 4 van die kleuren gebruikt, dan krijg je een afwisseling erin. En oftewel meer details, want je hebt meer kleuren. En dan denk je ook van, hé, daar zitten heel veel kleurtjes. Dus dat is wel gedetailleerd. En als je dat graag wil, je moet het wel even leren nog, want je kan niet zomaar in één keer een heel gedetailleerd rennen maar je spat neerpleuren. Maar het is wel makkelijk hoor. Nou, kijk, dit ziet er al veel beter uit, vind ik. Die kan weg trouwens, dat is niet mooi. Hier kan één dirt. Oh, dat is geen dirt. Die. En wat appels eten. Nou, dit is het pad. Hier wordt die een beetje dun. Dus ik denk dat ik het hier nog een beetje met gravel aan ga sluiten. Niet die. Die heb ik niet gebruikt. Die. Kijk, hier zit veel meer gravel. Dat is een beetje dat het overgaat. Want hier zit, dit is alles gravel. Dit is een klein beetje steen. En dit is alles steen en een klein beetje gravel. Maar gravel hoort bij het pad. Dus dat krijg je een beetje een overgang. Laten we zeggen. Dit gaat over in dit. Dus hier zit meer gravel als aan die kant. En hier zit al het gravel en ik slag gras weg. Dat moest ik niet doen. Ja, onze pompoenenfarm doet het nog goed. Hoor ik nou een heks? Huh? Ik hoorde iemand glas kapot slaan. Ben ik nou gek te worden? Ik hoop het niet. Nou, ik ga weer hierheen. Om te kijken of hier alle paden nog goed zijn. Hier moet trouwens, dat is onze schapenfarm, het varkenshok komen. En een molen. Ik weet niet waarom daar een kip in zit, maar die zou er wel ingevlogen zijn ofzo. Daar komt ergens een molen, denk ik. Of hier, of daar. Ergens hier in het gebied. Ik had hem eigenlijk iets liever dichter bij het huis gehad. Zoals hier of zo. Maar daar moet ik nog even overleggen. We gaan even kijken hoe het met het station is trouwens. Nou, zoals ik al zei, daar is ook een crafting table. Hier zal er ook vast wel eentje binnen staan. Even kijken. Ja, of ik heb ze allemaal weggehaald. Nou, hier, ik wist het. Ze staan overal. De crafting tables nemen alles over. Nou, ik ga even trouwens kijken hoe het vissendorpje is, want daar ben ik al heel lang mee geweest. Ik weet niet of er een minecart staat. Ik hoop het. Mop. Ja, mooi. Poef. Op een knopje drukken. En dan gaan we naar onze mooie trein. De allereerste. En ik denk dat we hier binnenkort nog wel wat gaan doen. En ik kon jullie nog wel eventjes laten zien hoe het er tot nu toe uitziet. Ik heb er nog niet heel veel aan gedaan, maar ik heb er wel een klein beetje aan gewerkt. Sinds de laatste tijd dat jullie het half gezien hebben. En we zijn er nu aangekomen. Oh, wat? Dat is ook een manier om uit te stappen, toch? Nou, dit is de brug. En dan gaan we hierheen. Dit is, laten we zeggen, een aansluiting, omdat de brug ook opgehaald kan worden voor als ze een keer aangevallen worden ofzo. Het is natuurlijk niet handig om het aan die kant te doen, zodat ze de brug gewoon onder kunnen doen, maar dat maakt niet uit. Hier staat een crafting table, zoals gewoonlijk. Hier staat nog een beetje dirt, zodat ik overal bij kan. Maar dit is dus het controlepost, D-huisje. Hier, opslag, afdakje waar ze vis onder kunnen zetten of iets. Want het is natuurlijk een vissendorpje.
Dit is gewoon een soort van pilaar ding. Hier zit een pilaar aan vast. En gaan we hier omhoog. En dit is gewoon een soort van het allerhoogste, grootste huisje. Dit zit samengesmolten in een ander huisje, laat maar zeggen. Ik spring hier eventjes naar onder, zo. Poef. Ik zeg het kapoef, terwijl het plonsgeluid maakt, maar dat maakt ook niet uit. Hier hebben we een mooi klein huisje met een mooi afdakje. Hier zit een mini-kades voor kleine vissersbootjes. Dan gaan we even op en daar zwemt een squid. Daar zit onze mob grinder nog. Maar dat doen we niet al te veel mee. Dit is een beetje gerandomized. Een beetje ja, van aangespoeld materiaal gemaakt. Want het zijn arme mensen. Het zijn vissers. Nou, niet dat visserslui dat arm zijn, maar vroeger wel. En ze moesten er improviseren. Dus gingen ze er maar even dingen maken. En ik vind het best wel mooi geworden tot nu toe. Hier komt nog een heel stuk aan, denk ik. En ik val in het water. Maar dat komt nog wel een keertje. Nou, ik bedank jullie voor het kijken naar deze episode. En vond je het al leuk? Laat een like achter. Druk eventjes op dat blauwe duimpje. En laat je ons ook zien of je het leuk vindt of niet. Nou, abonneer nog even op de Dushums als je dat nog niet gedaan hebt. En ook nog op mijn Engelse bouwkanaal. Staat allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie in de volgende episode. Ciao!